Tuur Dierckx, we staan hier na de allerlaatste oefenwedstrijd van Antwerpen in de voorbereiding. Jij hebt een half uur gespeeld in de tweede helft. Hoe vond je het vandaag? Ik denk dat we ten opzichte van een paar weken geleden wel een, toch wel progressie hebben gemaakt als ploeg. Oké, er zijn absoluut nog werkpunten, maar ik denk dat we vandaag met een positief gevoel van het veld kunnen stappen en kunnen kijken naar de volgende wedstrijd met heel veel vertrouwen. Ja, er waren een aantal wijzigingen tegenover de wedstrijd tegen Berchem. Een beetje een ander systeem, denk ik, hè, dat we in de eerste helft hebben gezien met Omlo en NDI op het veld. Ja, ik denk dat dat ook vooral in functie was van ook wat speelminuten en een paar die blessure terugkwamen. Maar ik denk dat iedereen wel op verschillende posities kan spelen en dat dat kwalitatief geen verschil maakt aan onze ploeg. En ik denk dat we als ploeg hebben laten zien dat we vandaag klaar zijn om aan de competitie te beginnen. Ja, inderdaad. 3-1 winnen tegen Dessel, dat is leuk, maar het blijft de voorbereiding, dus veel betekent dat niet. Maar vind jij dat jij en de ploeg klaar is om te beginnen? Absoluut, ja. Tegen Dessel, inderdaad, maar een oefenwedstrijd kan je weinig uit afleiden, maar ik denk dat we als ploeg wel stappen hebben gezet in deze voorbereiding, ook conditioneel. Ik zelf heb misschien nog wel wat meer tijd nodig conditioneel, omdat ik nog niet helemaal top ben. Maar ik denk dat dat door te spelen en door extra te trainen, dat dat wel vanzelf zal komen en dat we dan wel naar ons topniveau zullen groeien op het moment dat we er moeten staan. Ja, jij hebt je één keer heel goed laten opmerken vandaag. Een dribbeltje, 4 man voorbij en dan langs achter neergehaald. In de competitie is dat rood, denken wij. Vandaag was dat geel. Hoe heb je dat zelf beleefd? Ja, ik denk dat dat is misschien wel van mijn kwaliteiten. Dus ik hoop dat ik dat in de toekomst toch wat meer kan doen. Maar ik zeg het, als ik fysiek verder sta dan vandaag, dat ik dat wel meerdere keren kan doen tijdens de wedstrijd. Maar oké, dat is maar een fase in de wedstrijd. Ik denk dat het belangrijk is dat we als ploeg een prestatie neerzetten. En ik denk dat we het vandaag hebben gedaan. Ik denk dat we daaraan moeten denken en dat moeten meepakken naar volgende week. Ja, laatste vraag. Morgen, vandaag. Voor jou de eerste keer dat je hier een Antwerpse vandaag meemaakt. Wat denk je dat dat gaat worden? Ik heb totaal geen idee. Ik ben benieuwd wat dat gaat zijn. Maar ik heb wel van alles over gehoord, dus ik kijk er wel naar uit. Ik hoop dat het een beetje goed weer is, want ik heb gehoord dat er minder weer ging zijn. Maar ik hoop dat er heel veel volk zal zijn en ik hoop dat het een aangename kennismaking wordt. Als je houdt van ambiance en een pintje drinken, komt dat dik in orde. Dan zal dat geen probleem zijn. Goed, tot morgen. Tot morgen. Dat is leuk, hè?